Yo mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Vandaag is weer tijd voor een nieuwe video hier op mijn kanaal. Sorry jongens dat ik de afgelopen 2 weken niks heb geüpload. Sorry daarvoor. Maar vandaag ben ik weer terug met jullie. En het is vandaag de ene laatste dag van 2023. En ja, zoals ik elk jaar al doe, een klein recap van 2023. Ja, want hoe was het nou met 2023? Ik zeg eerlijk, ik ben een beetje blij dat 2023 voorbij is, maar eigenlijk ook nog niet. Ja, dit jaar was gewoon te veel mensen verloren in mijn leven. Dus ja, gewoon, maar goed. Buiten die dingen om was het ook super leuk. Wat nou leuk was, ga ik nou meer vertellen. Dus ja. Hebben jullie hier zin in? Druk dan even op dat duimpje omhoog. En dan zou ik zeggen, abonneer ook heel even op mijn kanaal. Als je niks wil missen. En dan zou ik zeggen, laten we doorgaan met mijn recap. Nou jongens, 2023 begon eigenlijk best wel goed. Want ja, er was nog niks aan de hand. Het was gewoon, ja weet je, was gewoon zoals, ja, zoals ik elk jaar 2023 begin. Elk jaar een nieuw jaar begin, laat ik het zo zeggen. Nou, ook weer met van 2022 naar 2023 waren we met de vriendengroep, waren we gewoon, ja, vuurwerk afsteken, chillen, noem maar op. Nou, ik weet wel, ik heb dit jaar heel veel met de vriendengroep gedaan. Ook ben ik op vakantie geweest, maar dat straks meer. Ja, januari was gewoon niks speciaals, gewoon rustig aangedaan. Carnaval kwam er weer aan, dus ja, weet je. Ja, dus ja, daar hebben we ons eigenlijk op voorbereid. Ja, dus ja, januari was niet echt iets heel bijzonders. Oh ja, daar aan het einde van de video heb ik nog een kleine secret voor jullie. Wat ik al ga doen in 2024. Dus ja, blijf sowieso kijken. Toen kwamen we aan bij februari. Ja, februari, maart. In die richting ergens is het carnaval voor ons. Dus ja, weet je, het is ja, carnaval tot op de dag van vandaag. Begint het nog niet moe te worden. Oké, ooit wel een beetje. Maar ja, het begint nog wel leuk te worden. En ja, toen in maart of februari, ergens in die richting, was ik met een goede maat van mij naar het film geweest, namelijk Cocaïnebeer. Heb ik ook een vlog over gemaakt. Wil je die nou zien, zoek het dan even op onder je kanaal. Dus ja, in ieder geval Cocaïnebeer, een goede film. Dus ja, was ik ook naartoe geweest. Ik weet wel, ik ben dit jaar zoveel naar de film geweest. Dat is gewoon echt niet normaal. Nou, dan komen we aan bij maart. Ja, maart was ook niet echt zoiets heel denderend waarvan ik dacht van, of waarvan ik nou terugdenk van, ja, wat hebben we ook alweer gedaan? Nou, in ieder geval, zoals ik me kan herinneren, hebben we niet echt heel veel gedaan in maart. Toen kwam april, ja, we hebben heel veel feest gehad met van een vriendengroep, maar ook gewoon zo. Dus ja, was ook gewoon, ja, best wel leuk, zeg maar. In mei was ik zelf jarig, ben ik 20 jaar geworden. Dus ja, 2024, 21 jaar, jongens. 21, ik weet niet. Ja, in ieder geval heb ik mijn verjaardag gevierd voor vrienden en met vrienden. Met mijn vriendengroep. Ook met andere mensen erbij, natuurlijk. En ja, was wel een slecht feestje. Toen kwamen we aan bij juni. Heb ik een nieuwe laptop gekocht. Zoals jullie nou ook al telkens kunnen zien op mijn YouTube kanaal. Daarover gesproken trouwens. Oh nee, dat doe ik al aan het einde. Sorry. En ja, ik heb wel behoorlijk wat games daarop gekocht. Dus ja, afgelopen week weer. Dus ja, maar goed. Toen kwamen we aan bij juli. Niet echt veel gebeurd. We waren een beetje aan het voorbereiden op de vakantie. Want oh ja, we hadden dit jaar ook een nieuwe caravan gekocht. Want ja, wij gingen weer op vakantie dit jaar. En ja, in juni ben ik ook nog naar de Efteling geweest met een goede vriendin van mij. Omdat wij ja, één jaar bevriend zijn. Dus dacht ik van ja, weet je, moeten we wel even een beetje goed doen. Dus ja, toen ben ik naar de Efteling geweest met haar, was kei leuk. Alleen het weer van de zomer zat niet echt heel goed mee. Maar goed, dat was ja, de zomer van dit jaar, dat was niet echt zo heel denderend. Want het was heel slecht weer. En
Maar ja, goed. In augustus, ja, heb ik toch wel het een en ander meegemaakt. Dit ga ik nou even privé houden. Want ja, ik wil niet dat. Ja, ik ga het gewoon privé houden. In augustus ging ik met namelijk een beetje een dubbel gevoel op vakantie. Want ja, er was iets gebeurd namelijk wat ik niet ga vertellen, want ik wil dat privé houden. Want tot op de dag van vandaag blijf ik er nog steeds een beetje bij stil wat er nou zojuist, wat er die dag is gebeurd. Dus ja, dat ging ook op privé. En ik heb er ook hard na over gedacht of ik het echt wel zou vertellen in mijn recap. Maar uiteindelijk doe ik dat toch niet, want ja, ik wil het liever privé houden. En ik weet ook niet hoe mijn vriendengroep erop gaat reageren. Dus ja, dus ik laat het gewoon zo. Dus ja, maar ja, ik ging dus met een beetje een dubbel gevoel. Omdat er iets was gebeurd, waarvan ik niet echt heel vrolijk werd. En ja, toen. Ja, dat was eigenlijk een beetje het gevoel. En toen in de vakantie zijn we nog teruggekomen. Want we waren in Flevoland op vakantie. En ja, het was wel een op zich een redelijke vakantie. We zijn gewoon een dag naar Walibi geweest. Ik, een maat van mij, mijn broertje en ikzelf zijn nog een dag naar Walibi geweest. Was ook super leuk. En ja, veel achtbanen gedaan. Ik wou die dag nog vloggen. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Want ja, ik bedoel, het was toch mijn eigen keuze om dat te doen. En ja, ik heb er nog wel een beetje spijt van dat ik het niet heb gedaan. Maar jongens, ik beloof dit. Straks aan de video komt er echt iets heel diks. Dus ja, in ieder geval, we gaan. Ja, toen ja, begon het weer september te worden. Was mijn moeder jarig. Hebben we weer iemand verloren binnen ons. Ja, binnen onze. Ja. Bij familie en vrienden, zeg maar. En weer iemand verloren. Kortom, het is gewoon, dit jaar was gewoon echt te heavy voor ons. Want ja, ik bedoel, we hebben het een en ander meegemaakt. Het was niet heel chill, maar ja. Goed, het hoort er allemaal bij. Maar goed, in ieder geval, ja, het was. Ja, september was ook best wel goed. Mijn moeder was jarig. Dus ja, dat was ook wel leuk. En in oktober ergens is best wel speciaal geworden, want in oktober ben ik namelijk begonnen met rijlessen voor mijn rijbewijs. En tot op de dag van vandaag gaat het nog best wel goed. Gaat best wel goed. Ik leer elke les wat beter. Dus ja, het gaat nou best wel goed eigenlijk. En mijn grootste doel is om in 2024 mijn rijbewijs te halen. Dat is mijn grootste doel en die doel ga ik ook zeker weten voortzetten. Ja, dan, en in oktober waren we ook nog naar Toverland Halloween geweest. Zoals jullie de vlog wel hebben kunnen zien. Ja, met mijn vriendengroep en nog met wat andere mensen. Dus ja, weet je, het was gewoon superleuk. En in november heb ik niet heel veel gedaan. Ik was gewoon een beetje rustig. Zoals gewoonlijk weer rijles gehad. Dus ja, het is gewoon, ja, het is rustig. Maar ook weer een druk jaar geweest eigenlijk. En in december heb ik toch nog best wel het een en ander meegemaakt of gedaan. Ik was voornamelijk naar de stad geweest met mijn beste vriendin. In december ben ik ook naar mijn allereerste Champions League wedstrijd geweest van PSV. Was ook een hele leuke wedstrijd om te zien. Ja, weet je. Ja, dat was eigenlijk wel zo'n beetje wat ik dit jaar heb gedaan. En oh ja, natuurlijk veel naar de film. Heel veel films ook in de bioscoop gezien, maar heel veel ook illegaal gezien. Dus ja, en ja, dit was trouwens mijn recap. Nu ga ik even door naar de dingen die ik wil gaan vertellen, wat nog op de planning staat voor 2024. Wat nog op de planning staat voor 2024 is nog een hoop reviews die ik nog open heb staan van films. Ook ben ik van plan om films van Netflix zelf te gaan reviewen. Of jullie dat leuk vinden, weet ik niet. Maar ik ga er gewoon eentje doen. En als het niet bekeken wordt, ja, dan wordt het niet bekeken.
Ook heb ik dit jaar weer heel veel games gekocht op mijn laptop. Ik heb ook Cyberpunk Doom 3, maar dat is een speciale editie. Dus ik krijg er ook nog gewoon gratis 1 en 2 bij. Dus ja, die wil ik ook nog gaan allemaal lesplayen. En ik heb voor deze week nog Far Cry The Complete Saga gekocht. Namelijk Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3. Far Cry Dragon Blood, Far Cry Primal, Far Cry 5, Far Cry New Dawn en Far Cry 6. Ja, die ga ik allemaal, die wil ik proberen allemaal te gaan spelen voor jullie, voor op mijn YouTube kanaal. Dus jongens, jullie hoeven je echt niet meer te vervelen, want nu op dit moment in 2024 wordt echt gewoon een beter jaar, daar hoop ik zelf van. En ik ga 2024 goed beginnen om 28 januari naar Fantasialand te gaan. En dat wil ik sowieso gaan filmen voor jullie. Het is nog gewoon nog niet de attracties, want ja, ik bedoel, ik heb wel een GoPro'tje, maar ik weet niet of dit het heel goed doet, dus dat weet ik niet. Dus op dit moment moeten jullie het nog zo doen. Maar ja, goed, ik hoop dat ik dan wel, net zoals elk jaar in Toverland, een beetje een goede vlog kan neerzetten. Dus ja, tenminste, dat was het. En natuurlijk, ik wil dit jaar weer gewoon heel veel films gaan doen. Dus ja, in ieder geval, een kleine aankondiging. Ik wil proberen om morgenmiddag nog live te gaan voor het vuurwerk, want morgenavond ben ik niet thuis, ben ik ook niet bij familie of bij mijn ouders. Daar ben ik ook niet, ben ik gewoon bij mijn vriendengroep, want dan gaan we samen 2023 mooi afsluiten. Dus ik hoop dat ik morgen nog één keer voor jullie live kan gaan. En als het niet live is, als ik morgen niet live ben, dan wens ik jullie alvast een hele fijne jaarwisseling. En jongens, alsjeblieft, wees voorzichtig met vuurwerk, want vuurwerk is gewoon gevaarlijk. En ik bedoel, ik heb zelf ook vuurwerk, maar doe dan minstens nog een vuurwerkbril op, zodat je geen letsel oploopt of wat dan ook. Dus in ieder geval jongens, een hele goede jaarwisseling. En ik hoop morgen nog live te zijn. Zo niet, wens ik jullie, is dit al wat ik zeg, tot volgend jaar. En tot de volgende keer mensen, later.